Goedendag. Ja, ondanks het koude weerbeeld kunnen we toch wel genieten van de lentepracht die de natuur met zich meebrengt. Kijkt u maar eens achter mij, de Mahonia, staat toch al prachtig in bloei. Nou, afgelopen zaterdag begon de dag met heel veel zon, maar in de loop van de dag steeds meer stapelwolken. En ja, er viel ook een paar pittige buien. Met Ingrid de Kerk zelfs ook nog wel een hagelbui. Nou, deze foto is gemaakt tweede paasdag. Deze kinderen die staan hier zo in uh, ja, de tulpenvelden van Middelhainis... Prachtig plaatje, en ja, dan is het wel somber weer en het regent dan wel. Maar ja, als je dan die dag bijvoorbeeld die kant op gaat naar overvlakke, wordt hij er vanzelf vrolijk van. We moeten eens kijken wat een mooie paarse gloed dat met zich meebrengt. Nou, maakt u mooie weerfoto's. U surft dan naar weerfotorijmond.nl en dan kunt u daar uw foto's uh, ja, naar ons toesturen. We gaan eens kijken wat de avond en nacht gaat brengen. En Dan hebben we te maken met opklaringen, overal droog. Temperaturen zakken naar zo'n 5 of 6 graden. En de wind neemt in kracht af en komt uit het zuidwesten. Nou, woensdag ziet er helemaal niet verkeerd uit. Want de dag die begint met aardig wat zonneschijn. In de loop van de dag steeds meer wolken, stapelwolken ook. In de middag een meer wisselende bewolking. En dan gaat er ook een enkele bui vallen. En daardoor kan het zijn dat het weer ook van plaats tot plaats sterk zal verschillen in het Rijnmondgebied. Temperaturen een graad of 12 en dat bij een matige zuidwestenwind. Donderdag en vrijdag vrij wat hetzelfde weerbeeld. Je zult zien dat de dagen vaak droog beginnen. Maar in de middag grote kans op een paar buien zo links en rechts. Op donderdag ook kans op hagel, temperaturen een graad of 12. Het weekend staat voor de deur alweer vrij snel en dat is een heel belangrijk... Of dat is heel belangrijk voor onze regio. Want zondag hebben we namelijk te maken met de marathon van Rotterdam. Nou, het ziet er denk ik niet verkeerd uit. We hebben te maken dan met een wisselende bewolking. Volgens de laatste inzichten blijft het waarschijnlijk droog. In de middag een graad of 10. Er wordt koudere lucht aangevoerd. En ja, die wind uit het noorden gaat ook aantrekken. Die wordt matig. In de middag wel een windkracht 4. Het zal toch wel denk ik een frisse middag gaan worden. Ik wens u nog een hele prettige dag toe. Heel graag tot morgen.